Wat kunt u zelf doen om zoveel mogelijk vitaal te blijven? Wij vroegen het professor Erik Scherder. Mijn boodschap is, kom uit je stoel. Dus we zien wat niet bewegen betekent. Dat is echt niet wat je wil. Maar elke vorm van bewegen is meegenomen. Het liefst heb ik zo'n 25 minuten achter elkaar, half uurtje, achter elkaar. Dat is ideaal. Maar als u zegt, van, met haal ik niet, dus dan blijf ik maar zitten. Dan zeg ik, nou nee. Dan is natuurlijk elke vorm van een stukje lopen naar de keuken en weer terug. Zelf je appels schillen of de aardappels of koken. Het is allemaal activiteit die je brein zeg maar inspant, uitdaagt. Ja, dat is natuurlijk ideaal voor die hersenen. Het half uurtje is belangrijk omdat het hele systeem, zeg maar ook die chemische huishouding in je hersenen, die heeft een beetje tijd nodig om goed op gang te komen. En dan krijg je pas dat effect. Dus kijk wat u vooral prettig vindt. Dat is natuurlijk fijn als u het leuk vindt. En wat het dichtstbij is. Dus als u zegt lopen is voor mij toch dichtbij. Dat doe ik namelijk nog wel. Ook om, misschien met moeite, met een rollator. Maar ik kan het. Hoef ik verder niks anders. Prima. Dan zou ik zeggen, doe dat. Als u zegt, nou lopen, ja nee, dan moet ik. Maar ik tuinier graag. Ja, dan ligt dat toch erg voor de hand. Dus kies wat u denkt, dat kan ik bijna elke dag doen. Ik vind het nog leuk ook. Het is het meest praktische misschien ook. Ik vind het wel niet leuk, maar wel het meest praktische. Is ook goed. Als u maar kijkt of het lukt om het door de dag heen in een beetje in uw leven in te bouwen. Dat zou prachtig zijn. Het is niet zo dat je als je beweegt dat je dan nooit de dementie zou kunnen krijgen. Dat je daarmee dementie kunt voorkomen. Maar het gaat bij bewegen vooral om de risicofactor. Denk aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Suikerziekte type 2. En dat zijn, dus de ouderdomssuiker, dat zijn de risicofactoren. Dus nog voordat er een dementie is, maar ook als er een dementie is, blijft het belangrijk om die risicofactoren, om die zo klein mogelijk te houden. Niet alles is onderzocht, dus daar moet je altijd voorzichtig in zijn. Maar lopen bijvoorbeeld is onderzocht. Of een combinatie van lopen met oefeningetjes op een stoel. Tuinieren is ook wel onderzocht, want als je natuurlijk een half uurtje tuiniert, dan is het spitten en misschien het gras maaien en nog het onkruid eruit halen. Dat is best een inspanning. Fietsen is ook wel goed onderzocht. Het gaat eigenlijk om de inspanning die je levert. Dus ook al ben je wat moeilijk ter been, maar als u toch in staat bent om dan te lopen, gaat het juist om die inspanning die u levert. En die inspanning, dat doet uw hart harder kloppen. Het hart zorgt weer voor een betere doorbloeding van de hersenen. En daar zit dan precies ook dat effect. Dus dat niet mensen denken, nou ja, maar ik beweeg niet zo goed meer. Dus het zal voor mij niet gelden. Dan is mijn antwoord nee. Juist ook voor u, als u minder goed beweegt, zou het geweldig zijn als u probeert om die beweging erin te krijgen.